Protest tegen de bezuinigingen in de zorg. Het GGZ Eindhoven voerde vandaag actie op het Malieveld. Met 4 bussen ging het richting Den Haag. Alleen het personeel van de spoedeisende hulp bleef achter. De Geestelijke Gezondheidszorg Nederland moet 600 miljoen euro bezuinigen en de helft komt voor rekening van de cliënt. Een fors deel van die 600 miljoen die moet opgebracht worden door een eigen bijdrage van patiënten, van cliënten. En dat is eigenlijk wat ons betreft volstrekt discriminerend, oneerlijk en absoluut niet terecht. Blijkbaar is het hebben van een ernstige psychose een stuk minder erg dan het hebben van een gebroken pink. Want in het laatste geval hoef je geen eigen bijdrage te betalen, in het eerste geval moet dat wel. De medewerkers van de GGZE zijn bang dat mensen die het hard nodig hebben straks geen hulp meer zoeken omdat ze een eigen bijdrage moeten betalen. En ook de interne cliënten ontkomen er niet aan. Zij moeten zakgeld inleveren. Ik ben echt heel boos. Ik vind het echt vreselijk. Ja, juist ook mensen die toch al zo'n verzwegen groep zijn. Die weinig in de aandacht hebben en in een soort taboe. Want psychische ziekte is altijd een taboe. Ik denk dat de cliënten de meest getroffen personen zijn. Op allerlei manieren zal de verwarring ook nog maar eens duidelijk gemaakt moeten worden over die eigen bijdrage. Heel veel mensen raken daar onrustig van. Twee wijze wijsgeren bespraken. De staatsman en diens ware taken. Een staatsman, zei de een, dat is naar ik meen een man waar je geen staat op kunt maken. Niet alleen Eindhoven trok naar Den Haag. Vanuit het hele land werden duizenden actievoerders verwacht om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen in de zorg.